In het zwembad van het Belvoir Hotel in Nijmegen worden kinderen van jonge leeftijd zwem- en drijfvaardigheden aangeleerd. Hanneke Deen van Tol is eigenaresse van het Geboren Zwemmersprogramma. Aan de hand van zwem-, drijf-, zwemlessen leert ze de kinderen om zichzelf te kunnen redden in het water. Ja, ze leren dus echt zwem- en drijfvaardigheden die ze helpen bij een eventuele val in het water. Maar ook om recreatief mee te kunnen zwemmen. Ik leer ze zelfstandig te drijven, rustig te ademen op de rug. Ik leer ze de ogen open te doen onder water en ook de adem vast te houden. Door op een jonge leeftijd een basis aan zwemvaardigheden te leggen, zal zwemmen soepeler gaan en natuurlijker aanvoelen. Daarmee vormt het een goede basis voor de zwemlessen die de kinderen op een latere leeftijd zullen volgen. Door zelfstandig te drijven op de buik en zelfstandig te drijven op de rug, maar ook te kunnen trappelen en te zwemmen, zich te verplaatsen op de rug, kun je eigenlijk zo doorstomen voor het zwemdiploma, voor het aanleren van de rug en de borstrol, wat eigenlijk de start is daarvoor. Daar beginnen ze bij mij rond 3,5 jaar mee. Hanneke krijgt positieve reacties van kinderen en ouders. Ouder Suus Hoogeling doet samen met haar 14 maanden oude zoon Boet mee aan de lessen. Dit omdat ze op een woonark woont en omdat Boet graag over de veiligheidshekjes op de woonboot wil klimmen. Dat is natuurlijk best wel heel erg spannend. Voor zo'n kleintje helemaal. Je kunt niet uitleggen wat er aan de hand is. Maar hij vindt het ondertussen geweldig. Wil hij het water niet uit? Wordt hij ook boos als hij het water uit moet? Het is echt een waterrat. En thuis ook. Als ik hem thuis in bad doe, gaat hij drijven. Dus dan is helemaal super.